Ach, wat is er eigenlijk met die oude mevrouw aan de hand? Oh, die knapt even een uiltje voordat de feestelijkheden losbarsten. Ja. Oh ja? Mhm. Ja. Mhm. Nou. Wat is dat? Goh, dat jullie dat een uiltje knappen noemen, hè? Ah, ze ligt op Turk. Ze bekijkt even de binnenkant van de ogen. Ja, ze komt gewoon even tot zichzelf. Ja, ze rust gewoon even lekker uit, ja? Ze kan even helemaal zichzelf zijn. Ja, ja, nou, ze kunt natuurlijk ook zeggen. Maar bij ons thuis zeggen we gewoon, ze is dood. Dat is maar. Nou. Nee. Ik vind dat geen leuk grapje. Nee, dat vind ik ook. Moet je eens even luisteren? Oom slaat altijd ontzettend vast. Ze doet ze wel meer. Ja, oude mensen doen wel meer hele diepe, maar korte hazenslaapjes. Ja. Geen polsslag. Een afnemende lichaamstemperatuur. Gebroken ogen. En geen ademhaling. Nou, in de meeste gevallen ben je dan overleden. Wat zeg jij daar? Ach, echt? Ik zou maar een arts waarschuwen en een begrafenis ondernemen, want ze is er echt niet meer. Ze wordt niet meer wakker, ze is zo dood. Alsjeblieft. Ja. Wat flikt ze me nou elke keer? Nou, de meeste mensen gaan maar één keer dood, hè? Nou, toen ik ging trouwen, toen had ze zogenaamd een last van een whiplash. Toen mijn eerste kind geboren werd, toen was ze op wintersport geweest, had ze de been gebroken. Oh, nee. Toen mijn zoon geboren werd, moest ik haar opzoeken in het ziekenhuis, want ze had zogenaamd last van een maagzweer. Ja, daar word je eigenlijk voor. En toen mijn man overleed, mijn man, Pijlen Mianus. Harry Visboer. Ja, toen had ze ook weer een of andere onzinnige ziekte. Ja, elke keer hetzelfde. Ja, het is schrikkelijk. En juist nu we uitzicht hebben op een stralende toekomst. Waarom zei je? We kunnen het wel schudden, bedoel je dat? Ja, dat bedoel ik. Ze had het ook een beetje in de rug. Ja, niet zo heel erg zoals ik. Nou, de renovatie van het sanitaire gaat zeker niet door, nu de financiële zekerheid is ingeslapen. En de notaris kan ieder moment hier zijn. Met een koffertje met 4 miljoen euro. 4 miljoen euro! Ja, en het nummer is niet overdraagbaar, niet overerfbaar. Je kunt het niet aan een ander overdoen. Nee, en je moet ook op de dag van uitgaan in je leven zijn. Ja, en je moet je kunnen legitimeren. Persoonlijk geluksnummer, waar had ze dat persoonlijk geluksnummer dan weer gelegd? Oeh, ja, dat geluksnummer, ja. Waar was dat? Ja, dat was dat. Ja, hier, hier. Ja, stop. Ja, sorry. Moeder? Hier had ze het. Dat is één. Ja. Wij hebben het persoonlijk geluksnummer. Ja, en een dode oma. Ja. Nou. Precies. Je denkt toch zeker niet dat ik me 4 miljoen euro door mijn neus laat boren? Wat dan? Nou, oma verdwijnt en er komt een nieuwe oma. Oma verdwijnt? Hè? Ja, ze kwam de laatste jaren weinig buiten, dus niemand weet meer hoe ze eruit ziet. Voor zo'n notaris, als dat klopt, dan maakt dat toch verder helemaal niet uit. Ja, nou, dat kennen we wel zo wezen, maar ik denk dat ik maar weer eens opstap. Nee, jij gaat helemaal nergens heen. Hè? Ik snap niet. Waarom niet? Gaat met de pet boven gelopen. Oma verdwijnt, die gaat de vriezer in. Oh, nee. Oké? Ja. Wat? Op de hoogste stap. Nee, ja. Jij speelt de rol van oma. Ja, maar nooit niet. Kom nou toch. Ja. Ja, daar beginnen we niet aan. Die notaris komt, wij innen die 4 miljoen euro. Ja. En, we laten oma ontdooien. We begraven het en alles is voorbij. Oh. Nou joh, maar een arts die de overlijdensakte moet ondertekenen, ziet direct dat oma eerder is overleden. Ja, hoor. Kan het ook zo? Ah, ja, zo'n dorpsdokter is best onkoopbaar. Hé? Ja, ik wil eigenlijk wel eens iets overhouden aan de liefde van een moeder. Nee. Ja. Huis was ten troep, aan de was kwam geen eind.
ik echter nooit willen zijn. Oh, mama, mama, hield je echt van mij? Oh, oh, zal je snel vergeten? Mama, mama, je maakte mij niet blij. Oh, oh, ieder mag het weten. Volwassen vrouw. Oh, mama, mama, hield je echt van mij? Oh, oh, zal je snel vergeten? Mama, mama, je maakte mij niet blij. Oh, oh, ieder mag het weten. Nu je bent heen gegaan, zet ik mijn vriezer aan. Ja, ja, je moet maar even van toneel. Mama, mama, ontdooien je gaat nog snel. Nu eerst de prijs ga ik kasseren. Mama, mama, het vriezen gaat heel snel. Nee, nee, je zult niet protesteren. Mama, mama, hield je echt van mij? Oh, oh, zal je snel vergeten? Mama, mama, je maakte mij niet blij. Oh, oh, ieder mag het weten. Ik weet het zeker nu, ik ben een sterk en groot individu.